We gaan het hebben over etnisch profileren. Etnisch profileren. Voor wat? Dat ik in de auto zat? Kan zijn dat je een melding krijgt en dat er wordt gesproken over een donkere man. Dan zit er een donkere man in de tram. Maar ik weet hoe hij zich voelt, want ik heb ook heel vaak aan de andere kant gestaan. Ja, jarenlang was het de vraag of etnisch profileren plaatsvindt. Inmiddels weten we dat het gebeurt. We hebben met VR in het verleden een test gedaan en dat was een groot succes. En om die reden zijn we met Scopic en met Vonk en de Universiteit van Twente aan de slag gegaan. We hebben ons bij het bouwen van de training laten inspireren door een interactieve aflevering van de populaire Netflix-serie Black Mirror, waarbij je als kijker zelf je keuzes maakt. Mensen krijgen een situatie voorgeschoteld, een verhaal dat zich gewoon steeds verder ontwikkelt. En op cruciale momenten in dat verhaal, dan krijg je opeens de keuze om bijvoorbeeld iemand aan te spreken of om iemand te fouilleren. Keuze moet je binnen een paar seconden maken. Wat moeten we nu gaan doen? Wat moeten we nu gaan doen? Man heeft niks te doen in zijn leven, man. Wat gaat hij nou doen? Het echte interessante van dit project is de mogelijkheid dat je mensen in de schoenen kan zetten van een subject. Dus je kan in dit geval de politieagent laten ervaren hoe het is om etnisch geprofileerd te worden. Weet je, ik ben zat. Je bent aangehouden voor belediging, je gaat gewoon met mij mee. What the fuck, man? Hey, raak hem niet aan, man. Laat hem los. Met deze training proberen we politieagenten meer bewust te maken van hun handel op straat. Het is belangrijk dat zij selecteren op basis van afwijkend gedrag. En niet op basis van afwijkende kenmerken zoals kleding, leeftijd en huidskleur.